Bijzonder dat er voor Stopmotion is gekozen. En nog bijzonderder dat de film ook daadwerkelijk is gemaakt in de korte tijd die je verstond. We voelen al snel mee met het personage wat van een groot ambacht getuigt, aangezien het hier een stukje grijs veld gaat. Met weinig middelen krijgen we veel mee van wat er in zijn binnenwereld, of haar binnenwereld, plaatsvindt. De muziek ondersteunt het verhaal en tilt het naar een hoger niveau.